Welkom bij Rivierenland in Zaken. Met de Rivierenlandtafel zijn we neergestreken in Tiel en zijn daar bij de startersdag. We praten daar met ondernemers en krijgen reacties over het wel en niet slagen van deze dag. Dit in Rivierenland in Zaken. En we zijn met de tafel op locatie en we zijn beland in Tiel en daar praat ik met Martin Hommerson, want het is een bijzondere dag vandaag. En wat is die dag? Het is vandaag de tweede startersdag die we organiseren. Startersdag voor jonge ondernemers, starters. En wat mij verbaasde overigens, ik heb de communicatie daar een beetje op nagelezen, de startersdag was de Van Herwijnen startersdag. Dat klopt, wij zijn naamgever van deze startersdag geworden sinds vorig jaar eigenlijk, omdat de Kamer Koophandel organiseerde altijd de Startersdag en wij als ondernemers in Tiel hebben het voortouw genomen om samen met onze partners deze dag te gaan organiseren. Maar mag ik ook de vertaalslag maken door gewoon even te zeggen van jullie zijn in een gat gesprongen, maar dat gat is wel door de overheid gecreëerd, want ondernemers die moeten dus eigenlijk voor de landelijke Startersdag moeten ze helemaal naar Utrecht. Dat is juist, ja. Dat is ook een punt wat vanochtend de wethouder heeft genoemd toen ze hier opende. Dat ze dat jammer vond dat de Kamer van Koophandel er niet meer was. Maar dat ze blij was dat het gat was opgevuld door de ondernemers hier in de regio in het kader van de participatiemaatschappij. Laten we eens over de zelfwerkzaamheid weer van de ondernemers. Dus eigenlijk loopt de politiek weer een klein beetje achter de feiten aan. Nou, de politiek, ik vind dat de politiek, de gemeente hier, de gemeentepolitiek, ook deze startersdag voldoende promoot en meedenkt. Ja. Alleen de landelijke politiek, je ziet wel dat er steeds meer wordt teruggedrongen. Alles wat in de maatschappij eigenlijk gebeurt, is het wordt teruggedrongen naar het niveau van de regio. Dat is niet erg, want dat pakken wij als ondernemers graag op. Oké, wat is nou jullie rol, los van het feit dat je het organiseert? Want jullie zijn accountants. Wij zijn accountants, maar we hebben ook een administratiekantoor. Die helpen ondernemers met het opstarten van hun bedrijf. En wij adviseren daarin en we helpen ze daarbij. Ja. We proberen ze te ontzorgen van alles wat op hun pad komt. Dat klinkt heel mooi, maar vroeger heb ik altijd geleerd dat je een boekhouder had. Ja. En een accountant klinkt al gelijk duur. Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant? Het is een groot verschil. De accountant heb je inderdaad wellicht niet direct vanaf aanvang nodig. Maar wel iemand die je kan begeleiden met de boekhouding. Dus daarom zeg ik, we hebben het administratiekantoor Kellerstaat de Business Service van ons. Die zorgt dat die ondernemer geholpen wordt met al zijn sores. En als hij dan wat groeit en groter wordt, ja, dan wordt het belang van de accountant groter. Maar dat is niet bij aanvang. Bij aanvang heb je eigenlijk gelijk, Tom, een boekhouder, maar dan noem ik het maar een boekhouder plus, die wel verstand heeft van zaken en die een goed netwerk heeft, die adviseurs kan inschakelen en weet in te schakelen op het moment dat hij ze nodig heeft. Ja. Verwachtingspatroon, je hebt natuurlijk werving verwachtingspatroon. Ja. Hoe is het vandaag? We zitten mooi voor de deur. Ja. Hoe zijn de reacties en wat komen jullie zo al tegen? De reacties zijn erg positief vandaag. We hebben een ondernemersplein hier binnen. Er staan allemaal stands en daar kunnen mensen terecht. We hebben workshops waar mensen informatie kunnen vergaren over belastingen, over pensioen, over hoe maak ik een netwerk, dus dat soort zaken. En de mensen die daarheen gaan, ook de starters of de potentiële starters die er vandaag zijn, die zijn erg positief over deze dag, deze opzet. En toch even een belastingadvies en een belastingtip nog eventjes. Ik neem aan dat de kosten voor zo'n hele startersdag, die zijn ook voor de ondernemers en voor jullie in ieder geval ook aftrekbaar van de belasting. Dat is helemaal juist. Kijk, dat is mooi. Hartelijk dank voor de tijd die je genomen hebt. Een goed initiatief hier zo, wat we graag eventjes belichten. Veel succes met de startersdag. Graag gedaan, dankjewel. We zijn op de startersdag en ontmoeten ondernemers en ook mensen die geïnteresseerd zijn in wat er hier gebeurt. En een van de dames die ik tegenkwam is Alet van Eland Media. Ja, dat klopt. Wat doet een mediabedrijf hier? Ja, starters moeten natuurlijk als eerste bij ons komen. Want waarom? Hoe komt de starter aan klanten? Dan zal hij toch bekendheid moeten genereren. En hoe doet hij dat?
Door te adverteren, door netwerkbijeenkomsten te bezoeken, door een duidelijke huisstijl en een duidelijke logo te hebben. Maar dat is natuurlijk een beetje het kip-en-ei verhaal, want meestal heeft een startende ondernemer niet zo heel veel geld. Dat klopt, maar je moet het ook zien als een investering. En je moet ergens beginnen. Dat betekent ook niet dat je gelijk een enorme investering hoeft te doen. Het is heel afhankelijk van wat de ondernemer doet natuurlijk. Ja. Nou, we zitten aan de tafel van Rivierenland. Altijd even leuk de puzzel. Waar zitten jullie met je organisatie? Wij zitten in Neder-Betuwe. Ik ben echt een vrouw wat dat betreft. Ja. Hier ergens. Kijk in Opheusden. In Opheusden, oké. Okay. Dan kunnen we dat positioneren. Hoe zijn de reacties tot op heden van de nieuwe startende ondernemers? Ja, positief. Ze zijn heel nieuwsgierig en benieuwd wat de mogelijkheden zijn. Ook een paar keer, je had het net over een budgetkwestie, ook een paar keer aangesneden. En dan blijkt dat er toch meer mogelijkheden zijn dan men denkt. Ja, en dan nog eventjes wat over netwerken. Daar hoor je tegenwoordig ook veel over. Eigenlijk is dit ook een soort netwerkevent. Zijn mensen nog aangesloten bij bepaalde clubs? Of hoe doe je dat? Zijn jullie daar bijvoorbeeld nog actief in? Ja, in Tiel is BIS, Betuwe in Zaken natuurlijk, een club die heel erg in opkomst is. Die club wordt ook steeds groter en mensen zijn er enthousiast over. Verder heb je ook nog Ribis en nog wat andere sociëteiten. Ja. Is dat per definitie belangrijk voor mensen om te netwerken? Of zeg je van nou, kijk nou gewoon eens, oriënteer je, zorg dat je materiaal gewoon op orde is en begin gewoon? Ook dat is een beetje het kip- en het eieren verhaal. Ik vind begin gewoon, maar vergeet vooral het netwerken niet, want met elkaar moet je het doen. En door een goed netwerk kom je ook aan klanten. Ja. Nou, dank voor je tijd. Dank je wel. We zijn op locatie met de tafel van Rivierenland en zijn beland in Tiel en zitten daar voor het pand van Bierman Advocaten. U zult zeggen, waarom is dat? Dat heeft alles te maken met de startersdag in het kader van de werkgelegenheid, waar we allemaal bijzonder mee bezig zijn. En ik praat met Joris Nelissen van Bierman Advocaten. Joris, bijzonder hartelijk welkom. Ja, even de startersdag, waarom doen jullie hier aan mee? Vind je dat niet een overheidstaak eigenlijk? Dat is in het begin een overheidszaak, maar vanaf het moment dat de Kamer van Koophandel ons spijtig genoeg ontvallen is als ondernemers, hebben een aantal ondernemers het initiatief genomen om de startersdag te organiseren. Want de starters zijn natuurlijk de nieuwe banenmotors van de toekomst en hebben ondersteuning nodig van allerlei andere collega's op velerlei terreinen. En vandaar dat wij dit initiatief ontarmd hebben. Nog even voor de beeldvorming. In de beeldvorming is het natuurlijk wel altijd zo dat mensen denken, je hebt alleen een advocaat nodig als er plat gezegd stront aan de knikker is. Ja, dan heb je een advocaat nodig. Moet je ook echt naar niemand anders gaan. Maar ook in de voorlichting en adviestaken kan een advocaat denk ik heel veel toegevoegde waarde bieden. Kun je wat voorbeelden geven voor een starter? Waarom heeft hij een advocaat nodig? Een starter kan natuurlijk een advocaat nodig hebben om zijn algemene voorwaarden op orde te maken. Om te kijken of de structuur, de juridische structuur van de onderneming in orde is. Om zijn leverancierscontracten te bekijken. Maar ook gewoon heel simpel om te kijken van hoe zit het in de markt. Ben ik met de goede dingen bezig. Want advocaten worden natuurlijk altijd geassocieerd met conflicten. Maar omdat wij natuurlijk honderden ondernemers binnen bijstaan, weten wij ook vanuit heel veel branches wat er specifiek gaande is. En dan is het ook best wel eens lekker, dan heeft een ondernemer behoefte aan om eens een keer te sparren. Wat moet ik doen? Wat verwacht je? Wat zijn de ontwikkelingen? En waar kan ik in opschalen of moet ik downsize? Hebben we eigenlijk nog wel het werving en het verwachtingspatroon? Voldoet het aan de verwachtingen? Hartstikke veel mensen zijn er langs geweest. Vanmorgen was ik er zelf niet. Omdat ik nog een activiteit heb van VNO-NCW, moest ik voorbereiden. Daar ben ik voorzitter van, zoals jij weet. Maar dat was enorm druk, heb ik begrepen. Veel belangstelling. En je ziet ook dat de ondernemers diverse standhouders aanspreken van joh, kun jij ons op een specifiek terrein adviseren of behulpzaam zijn. Dus zeker voldoet het wat mij betreft aan de verwachting. Oké, ik ga je bedanken voor het gesprek. Graag gedaan. Als we op een startersdag zijn, dan praten we met startende ondernemers. Maar we praten ook met bedrijven die een en ander faciliteren, als ik het zo mag noemen. Want ik praat met Stefan Haaksman van CVJO. En wat doet dat, CVJO? Wat zegt dat? CVJO staat voor Centrum voor Jong Ondernemerschap. Wij
Wij bieden startende ondernemers een werkplek om te ondernemen. Dat is wat wij doen. Kennis, netwerk en ideeën uitdelen. Ja, en wat doen jullie dan vandaag op zo'n startersdag? Wat zoek je? Wij hebben vandaag een workshop gegeven. Dat is het enige wat wij veilig gedaan hebben. En de rest van de dag hebben wij onze partners die wij hier hebben lopen ondersteund. En laten zien wat wij ook kunnen doen. Nou, jong ondernemerschap. Wij horen op dit moment dat er een boost is in de markt van ZZP'ers. Allemaal mensen die min of meer waarschijnlijk ook hun baan verloren zijn. En ga het nu zelf maar even uitzoeken. En die vangen jullie ook op? Of een jonge ondernemer hoeft niet per definitie jong te zijn? Nee. En, voor ons is een jong ondernemer tussen de 20 en 55 kan het zijn. Wij bieden ondernemers een werkplek aan die echt daadwerkelijk een bureaufunctie hebben, dus echt dienstverlenende beroep. Oké, en wat zijn je reacties tot op heden vandaag? Ik heb hele positieve reacties ontvangen en zeker ook de kwaliteit van de bezoekers was zeer goed. Nou, is de doelstelling van jullie organisatie, los van het feit wat je zojuist verteld hebt? Aantrekken, stimuleren en behouden van startende ondernemerschap. Ja. En zijn de mensen die hier ook komen over het algemeen al goed geïnformeerd? Of zeg je van nou, daar ligt nog wel een taak voor ons? Ik denk dat er niet alleen voor ons een taak ligt, maar ik denk ook dat de taak er ligt voor alle partijen die met startende ondernemers te maken hebben. Dat we elkaar bundelen en dat de startende ondernemer zich naar één plek kunnen begeven voor hun vragen en alles wat er omheen hangt. Ja, en is dat eigenlijk ook geen overheidstaak als je dat... Vroeger was dat per definitie een taak voor de Kamer van Koophandel bijvoorbeeld. Inderdaad. Ik vind het een gedeelde smart met elkaar. Oké. De toekomst voor jullie organisatie? Ja. Hoe zien we dat over 5 jaar? Over 5 jaar willen wij 25 ondernemers hebben. Die wij kennis en netwerk delen. En samen ook gezamenlijk projecten gaan doen. En nog even naar de tafel kijken in welke regio? Dit is onze regio, regio Rivierenland. Mooi, dank je voor dit gesprek. Dank je wel. Dit was Rivierenland in Zaken. Volgende aflevering weer met nieuwe ondernemers, met innovaties en natuurlijk ook nog misschien wel met een link naar de politiek. Dank voor uw aandacht en tot ziens bij Rivierenland in Zaken.